Deze morgen is een beetje hetzelfde als hoe die gisteren afgesloten is, ook met mist weer. Levert wel hele aparte plaatjes op. Nou, wat gebrand te zijn, vernist, gescheurd, noem maar op. Stengen ze er dus zo uit. De tafels. En nee, die zijn niet nat. Die glimmen gewoon zo. En de staarttafels. Geweldig. Ik vind het helemaal mooi. Voorbereidingen voor de kerst zijn volle gang. Zoals je kan zien, grote kerstman. En zo zijn ze hier zo wat meer dingetjes aan het opzetten. Allerlei kraampjes. De kerstmarkt die komt eraan. En eens even kijken wat nog meer hier zo. Skaterbaan. Oh ja, ja. Kunnen ze een beetje leuk skateren. Ah ja. Zo zie je maar. Dat zijn echt puur highlights. Dingetjes waarvan ik denk van, hey, dat is leuk om jullie te laten zien. Weet je, dat doe ik nu eigenlijk een beetje. Ik zie wel wanneer ik het kan uploaden. Voorlopig probeer ik het een beetje per dag te doen. Maar ik ben afhankelijk van internet. Alhoewel, we gaan nu snel naar huis. Omdat we misschien wel internet gaan krijgen. Kost ook wel aardig wat. Maar ook gelijk Nederlandse tv. Nou, die is natuurlijk nooit meer Spaans, hè? Dat snap je zeker wel. Maar goed, maakt niet uit. We zien wel. Dos. Dos. Dos y medio. One portion, two. Otra vez. Nou, gepofte kastanjes. Cinco. Dat hoort er natuurlijk bij. Cinco is vijf. Vijf euro. En zoals jullie kunnen zien hebben we weer tv en internet. En gewoon Nederlandse tv op een of andere dino, echt een dino tv toestel. Zo dik is die. Dus, maar we hebben in ieder geval internet. Dus dat is het belangrijkste.